Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ja, ik zie eruit, ik weet het. Hey, is niet anders dan normaal, hè? Ik heb net even gegeten. Maar ja, het regent, dus dan gaat mijn haar dit doen. Yay! Ik was vanochtend allemaal op tijd. Ze hebben me op tijd op school afgegooid. Toen moest ik Jordi afgooien. Normaal waar ik 10 minuten over doe. Hooguit kwartier. Half uur. Iets langer zelfs. Half uur. Overal stond vast. Oh. Maar goed. Uiteindelijk is hij op school gekomen. Wel met school afgesproken dat als er iets is of wat dan ook, dan moet ze me bellen, dan kom ik hem halen. Want die botox die hij heeft gehad, dat kan zomaar voor op één dag 25 luiers zorgen. Meestal heeft hij daar een paar dagen. En dan wordt het, zeg maar, dan stabiliseert het zich weer. Dus ik heb afgesproken met school. Als dat gebeurt, je merkt dat het te veel wordt aan luiers, bel me alsjeblieft. Want ik kan dat beter thuis doen, als dat hij daar te vellen aan zijn kont heeft hangen. En dat hij uiteindelijk niet naar school kan. Zeg, want als de vellen aan zijn kont komen te hangen, zijn verder van huis. Ik zeg, en dan moet hij thuis blijven vanwege de pijn aan zijn kont. Ik zeg, en hij heeft al een trauma. Waar is het mee eens? Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. En het is helemaal niet zo dat ik hem thuis wil of wat dan ook. Maar het is gewoon verstandiger vanwege zijn trauma en dat soort dingen allemaal. Dus dat. Ik heb net dan even gegeten. Liam heeft al gegeten. En ik doe vandaag even niet zoveel. Ik ben wel naar de winkel geweest voor de boodschapjes, voor het avondeten voor vandaag. Maar ik doe vandaag echt niet zoveel. Normaal had ik een Sinterklaasboom al staan. Ik heb er nu nog geen zin in. Ik heb gewoon geen puff voor. Dus dat gebeurt ergens deze week wel een keer. Hoe zeg jij dat? Hij is al even aan het kleuren met water. Goed zo! Ja, goed zo. Doe deze eens. Kinken. Goed zo. Kinken, kinken. Ja. Jee, goed zo. En deze. Kinken. Ook echt binnen lijntjes. Goed zo. Kinken. En hier. Hier heb je nog meer. Dit is een poesje. Poesje, wat doet hij? Miauw. Nee. Miauw. Nee. Goed zo. Nee. Is ook een poesje. Nee. Wat doet hij? Miauw. Nee. Ding is helemaal zeven nat. Maar dat maakt niet uit. Doe ook vrij snel. En deze dan? Die is helemaal gekleurd. Wauw. Nee. Naam! Wauw! Naam, kakken! We gaan zo Sam halen. We gaan zo Sam halen. Ik word moe van dit weer. Je wordt ook moe van dit weer. Ze doet nog veel uitrusten. Ze doet echt nog veel uitrusten. Ik geef hem mijn schoenen aandoen. En dan gaan we Sammy halen. Sam, Sam. Niet duwen. Niet duwen. Je moet kleuren. Niet duwen. Nou. Goed zo. Dus dat ben ik al even aan het doen. En kijk, dit is dus wat regen met mijn haar doet. Als ik echt wil, zou ik zo ook geluk kunnen krijgen volgens mij. Maar... ja, ik ben niet zo'n curly girl. Als ik echt moeite en steek, zou ik het kunnen. Maar... ja. We hebben Jordi opgehaald. Ik ga nu even uploaden. Veel plezier. Wat? En hoppakee. Daarna aan het eten beginnen. En gewoon relax doen. Ik ga niet veel achter
leuke dingen doen vandaag. Hallo, dat moet je niet zo doen, hè? Een hele goede morgen. Oh, het is allemaal real hier. Oh, ik ben niet zo mijn bed uitgestapt. Ik heb wel eerst mijn haar geborsteld en gedaan. Maar het waait een beetje. En... I don't really care. Dus dat. Het ziet er niet veel beter uit, maar goed. Hè? Ik heb grijze dakduifspullen gekocht. En dan denk je, grijze dakduifspullen. Ja, want ik moet mijn grijze dakduifboom maken. Ja. Dus daar heb ik spullen voor gehaald. Ja. Ik moet een beetje DIY'en. Maar dat komt wel goed. Ik ga zo eerst nog... Ik was al naar de winkel geweest. Maar ja, ik had hier een etter bij me. Waardoor ik weer de helft vergeten ben. Want grijze dakduif vraagt natuurlijk ook altijd om erwtensoep. Want daar is het dadelijk weer voor. Dus had ik al wat vlees voor gehaald en zo. En nu moet ik de rest nog doen. Maar het is nu 11:30. Ik moet om 12:00 bij Sam zijn. Dus ik ga nou gauw Liam klaarmaken. Zodat ik heel even gauw die spullen nog kan halen. En dan is het tijd om Sammy op te halen. Wisten jullie... dat deze erwten, hele groene erwten, vrijwel nergens meer te krijgen zijn. Ik heb gewoon de Netorama gehad. Ik heb de Albert Heijn gehad. Ik heb nog een Albert Heijn gehad. Ik had de Jumbo gehad. Toen heb ik uiteindelijk mijn Jumbo gebeld. En die zei tegen mij, toevallig heb ik hier nog 5 pakjes staan. Yes, ik zeg, hou ze vast. Ik kom eraan. Toen zegt hij, heb je ze zo hard nodig dan? Ik zeg, ja, weet jij hoe lastig die zijn te krijgen? Ik weet niet. Overal zie je van die vieze splitherten. Maar ik moet voor mijn erwtensoep moet ik hele erwten hebben. En waarom moet ik daar? Mijn opa maakte ze zo. Dus dan hoort het zo. Klaar. Moet er gewoon hele erwten in. Geen halve, geen kwart, gewoon hele. Kijk, en iedereen maakt het natuurlijk op zijn eigen manier. Maar in mijn erwtensoep moet de hele erwten zitten. Klaar. Dus... Tadaa, moeders heeft het geregeld. 5 doosjes erwten. Dan kan ik vandaag of morgen alles voor mijn erwtensoep maken. Want donderdag komen mijn ouders op bezoek en dan wil ik erwtensoep eten. Klaar. Dus ja, dat. Dus ik heb prei gehaald. Ik heb knolselderij gehaald. Aardappels had ik nog. Mijn vlees heb ik gehaald. En dan mijn erwten. En dat is wat er in die soep gaat. Hij vraagt me nou niet hoeveel van wat, want dat weet ik allemaal niet. Dat is bij mij altijd anders. Dat is gewoon op gevoel. Ik ga gewoon in mijn inner zelf en dan ga ik zitten denken, wat zal ik eens doen? Dus dat. Dat is wat ik doe. Maar bij mij gaan er in ieder geval hamschijf, vleesribbetjes, dat soort dingen in. Je kan ook varkenstaart en zo erin doen hoor. Dat is ook geen enkel probleem, moet je van houden. Als dat er is, dan wil ik dat ook nog wel eens meenemen. Maar in dit geval was dat er niet. Hele erwten. Hele erwten. Geen halve, geen driekwart, geen weet ik veel wat. Gewoon hele erwten. Mijn vlees heb ik nu ook in de vriezer zitten. Want dat gaat dan in de... als ik het op het vuur doe, dan gaat dat gewoon zeg maar allemaal in pannen. Maar ik ga dat dit jaar ga ik alles in de slowcooker doen. Ik heb er 2. Een grote en een kleine. Dus alles gaat daarin. En dan pleur ik dat allemaal bij elkaar, 's avonds ervoor. En dan gaat die aan. En dan gaat die, via de volgende ochtend gaat die aan. En dan is de kwestie van uren en uren en uren laten pruttelen. En dan heb je uiteindelijk je erwtensoep. Ja, dat. Dus dat is hoe het zit. En dat is zoals ik het doe. Dit is zoals mijn moeder het deed, want die heeft het recept van mijn opa. Dus ja, dat is gewoon zoals het hoort. En als mijn vader het proeft, is eigenlijk nog altijd wel wat hij zegt. Ja, dit is de erwtensoep van opa. Dus helemaal prima, helemaal mooi. Dus ja, dat was ik in ieder geval van plan. Sam hebben we opgehaald, maar ik had dus naar de Jumbo gebeld. En ik had gezegd van, hou ze vast, ik ga eerst mijn zoontje halen en dan kom ik eraan. Dus had ze bij de kassa neergelegd. Echt zo fijn. Dus dat is hoe ik het doe. En ja, dat.
Ja, dat moet ik eigenlijk niet vertellen. Ik ga dadelijk even eten. Maar eerst even het zweet eruit krijgen. Want ik heb gewandeld en gewandeld. Kindje ligt op bed. Ik moet ze hier nog opruimen. Komt goed, ga ik zo aan beginnen. Broodtrommels maken voor Jan en allemaal hier in huis. En Joefje even laten plassen nu. En ze heeft de romper aan, die zit normaal tot over haar kont. Maar ik ga ze even naar buiten laten. En dat is best grappig met deze. Want ik doe zeg maar de achterkant, waar ze normaal de achterkant nou heeft. Die doe ik dan naar voren brengen, zodat ze die vast heeft zitten. Want anders sleept ze het over de vloer heen. En dat is nou ook niet echt lekker. Dus ja, om te zorgen dat dat ding een beetje schoon blijft. Ja, doen we dat. Het gaat al beter met jou, hè? Ze heeft een aantal dagen niet geblaft. En vandaag heeft ze voor het eerst weer echt geblaft. Dus dat maakt me wel trots. Dat betekent dat ze haar eigen iets beter gaat voelen. Dus dat is alleen maar mooi. Maar ja. Gaan we even plasje doen? Joefie, ga plassen? Moet je plassen? Kom, ga plassen. Kom maar, meisje. Ga plassen? Kom, sta op. Ga plassen. Je ligt al de hele tijd. Kom. Joefie, kom. Kom. Joef, kom. Kom. Dat is het enige wat nu veranderd is. Ze komt niet zomaar van de plek af. Kom, ga plassen. Kom. Joef, kom hier. Nu. Joef. Zo, dus ik ga even naar buiten laten. Een hele goede morgen. Niels zal werken. Het is, hij is om 6 uur of zo de deur uitgegaan. Kindjes liggen hier op de bank. Flesje drinken. Gewoon drinken. Ik ga even mijn haren doen. Die heb ik net gauw in de staart gedaan omdat ik Jordi moest tillen. Want ja, aangezien hij nogal een harentrekker is. Ja, ik ga heel eventjes mijn haren doen. Ik ga gewoon in de staart. En dan zorg dat iedereen klaar is. En dat Liam en Jordi naar school kunnen. Niet dat het nou veel beter is. Maar goed, hey. I don't care. Zolang mijn kinderen maar op school zijn, vind ik het helemaal prima. Zo, ik heb 2 etters op school zitten. De ander zit daar op de bank. Ik heb mijn erwtensoep al klaarstaan. Want ik kan lekker gaan wellen. Ik heb het wel nog in een pan moeten doen, want ik had te veel, dat is altijd. Dus ik ga heel even kijken hoe dat het welt. En anders doe ik de rest nog hier in de pan. En dan gaat die net voor het avondeten aan. En dan kan ik net voordat we naar bed gaan, kan ik hem uitzetten en dan morgenochtend weer aanzetten. Dan is die ook gewoon prima en goed. Dus dat is de bedoeling. Vannacht kan ik gewoon de slowcookers op low laten staan. En dan komt het allemaal helemaal goed. Want het is maar 1 pan en ja, hè, het komt helemaal goed. Ik heb er vertrouwen in. Dus dat. Ik moet eigenlijk gewoon nog een slowcooker erbij hebben. Sst, niks zeggen tegen Niels. Sst. Maar goed. Ik ga even fruit maken voor Ettertje daar. Die ga ik even fruit geven. Dan moet ik nog heel eventjes naar de winkel. Eventjes wat fruit halen voor morgen. En dan ben ik er een heel eind voor vandaag weer. En dan hoef ik tot 2 uur nergens heen. Zo. Ik ben met Sam vanochtend gaan douchen. Die is op dit moment vrij angstig af en toe in de douche. En regelmatig is het ook zo dat Liam loopt te etteren. En ik had ook met Niels afgesproken. Ik zeg ja, dan kan ik beter gewoon dat kind heel eventjes aanpakken. En zeggen, je gaat mijn mama douchen. Dus dat heb ik vanochtend gedaan. We hebben ruim 3 kwartier in de douche gezeten. Heerlijk. Gewoon heeft hij lekker zitten spelen. En in het begin wilde hij dan niks van de stralen hebben. Maar uiteindelijk is hij zelf gewoon onder de douche gaan zitten. Ik zat er dan bij natuurlijk. Ik ben er gewoon bij gaan zitten. En toen hebben we lekker 3 kwartier gezeten. Heeft hij lekker zitten spelen en zitten doen. Daarna heb ik gegeten. Hij heeft wel gegeten. Toen ben ik op een gegeven moment Jordi op gaan halen. Daarna Liam op gaan halen. Daarna moest Jordi naar fysio.
En nu zijn we net thuis. En Niels is dadelijk ook thuis. Dus die is nu frietjes halen. Want ik zei tegen Niels, Niels moet daar ook nog weg. Ik zeg, ik red het niet. Het is nu 4:50. Ik zeg, ga maar frietjes halen. Want tegen die tijd dat ik het klaar heb, ik zeg, ben je ook weer terug. Ik zeg, dus ik vind het prima. Ik zeg, mijn keuken staat helemaal overvol. Ik zeg, ik ben er even klaar mee. Ze zijn Niels van, nee, maar dat kan gewoon. Dus die is nu frietjes halen. Dus we gaan lekker frietjes eten. Dat ding staat. Liam die vindt hem geweldig mooi. En die blijft ook dit aan zitten. Dus ik hoop dat dat met de kerst een beetje is. Alles staat daar ook. En wie hebben we naar school gebracht? Jordi. En Sam. Die hebben we naar schooltje gebracht. Ja. En toen zijn we gewoon naar de winkel geweest. Hebben we eventjes wat dingetjes nog gehaald. En toen waren we weer thuis. Wat is het? Hallo, koekoek. Wat wil je vertellen aan de mensen? Lee. Wil je wel iets vertellen aan de mensen? Ja, hebben we Jordi en Sam weggebracht. Jordi. Doe eens. Zeg het eens, want jij kan dat. Jordi. Sam. Oh ja, Sam. En Jordi. Da! Jordi. Jordi. Rrr. Je kan de R niet uitspelen. Maar goed, ik ga het een en ander doen. Ik ga de erwtensoep onder elkaar zetten. Ik ga opruimen. Want ik heb ook een hele hoop niet gedaan gisteravond. Maar ik was kapot. Dus dat. Vandaag krijgen we bezoek.
mijn ouders, als ik zeg, dan heb ik een probleem. Want dan is het de hele dag waar ze blijven en daar ga ik niet aan beginnen. Dus die krijgt dan pas op het laatste moment, krijgt hij dan pas te horen dat ze komen. Maar goed, ik ga mijn dingetjes doen en ik ga vandaag niet heel veel vloggen, want ik heb vandaag eigenlijk niet zoveel puff. En toen was ik vergeten de vlog af te sluiten. Ik heb gisteren bezoek gehad van mijn ouders, die hebben meegegeten. Daarna hebben we de kinderen, of heeft Niels de kinderen gedoucht en naar bed gedaan. En ik heb nog opgeruimd en ik was zo verschrikkelijk moe dat ik naar bed ben gegaan. Dus ja, vandaag. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende.